Zo gaan de deelnemers dan de laatste bocht in. Donate Groen, of het zou ongelooflijk knap zijn als ze die aanval nog weten pareren van paard nummer 7, Jonker Fanatic. Maar ja, daar weten we nou eenmaal van. Die zal nooit van zijn leven opgeven. En dat doet hij ook vandaag niet. Jonker Fanatic is er inmiddels helemaal naast gekomen. En Jonker Fanatic kon denk ik de leiding overnemen. Of heeft Ruud nog wat? Dat is de grote vraag. Twee paarden geven deze koers geweldig kleur. Maar wat een mooie winnaar zeg. Jonker Fanatic aan de buitenkant. 11 jaar, daar is hij weer. Op weg naar overwinning nummer 50. De 7 wint voor de 1, de 8 en de 5 voorlopig. Prachtige krans hebben we voor Jonker Fanatic en een zierdeken. Dus we gaan hem eens even lekker aankleden. En daar komt de winnende piekeur aan. En dat is Dennis Minnewaar, die als eerste zijn eigenaar een ferme handdruk geeft. Hij gaat de krans ongetwijfeld omkrijgen bij Jonker. Dennis kent hem beter dan wie dan ook. Krans en deken bij Jonker Fanatic. Dan ziet hij er extra mooi uit zo dadelijk als hij zijn ereronde gaat maken. Helaas verliezen we wel een paar bloemetjes. Dat gaat Suus altijd door merg en been. Suus Wiedijk die schitterende dekens klaarmaakt. Dennis, gefeliciteerd. Dit is toch wel echt iets unieks, hè? Zo ongelooflijk paard. Je denkt aan de overkant, je hebt niet zoveel meer, maar dan geef je hem nog een keer een brul en dan gaat hij weer. Ja, hij vecht voor zijn leven deze. Je wist ook, ik moet die Donate niet het tempo laten maken of je had gewoon geen keus? Nee, ik heb geen keuze. Ik heb naar mijn idee het sterkste paard, dus ik moet niet aan de reling blijven zitten. En de reling is zo zwaar vandaag dat hij doorspoort. Binnen is makkelijker als zijn kop af, dat zien we weer. De stal wil voor de 50 gaan, is dat haalbaar? Nou, ik denk het wel. Als je van de week ziet, die steerskoers wint hij fluitend uiteindelijk. En dit wint hij ook sterk. Nou, dan is hij nog niet klaar. Mooi dagje jongens, of niet? Ja, hele mooie dag. Ja, top. Dennis Minnema, dames en heren, hij gaat zijn ereronde lopen met Jonker Fanatic. Aandacht en applaus voor een geweldenaar. Wat een winnaar van dit sprintkampioenschap. Jonker Fanatic, de 11-jarige, wint met Dennis Minnema het sprintkampioenschap van Alkmaar. Nog 50 meter. En de start is gevallen, de paarden zijn onderweg. We zien een galopade aan de buitenzijde voor Beatnik Turgo. En er ontstaat strijd om de leiding, waarbij aan de binnenzijde Donate Groenhof de leiding gaat pakken. Aan de buitenzijde nummer 2, Andrea Zwageman. Daarachter krijgt Davy Boko geen positie, want aan de binnenzijde is er een superstart voor Jonker Fanatic. En er is ook een mooie start voor die andere uit het tweede gelid, Hyper Flying. Vooraan Moordon Tempo en nog altijd een geweldige tweestrijd tussen Donate Groenhof met nog twee rondes te gaan en Andrea Zwageman. Maar daarachter komt al het volgende gevaar aan voor die twee. En dat is Jonker Fanatic. Krebas, die er ongetwijfeld niet op had gerekend dat hij zo'n voortvarende start had gehad. En ik kan me niet voorstellen dat Donate Groenhof ook dit paard nog een keer op gaat vangen. Dan zou dat zelfs voor Donate te veel kunnen worden. Maar het ziet Ruud, hij gaat het wel proberen. En zo blijft de koers hard. Het is aan de binnenzijde Donate Groenhof, aan de buitenzijde Hyper Flying. En achter deze paarden dan aan de binnenkant Andreas Zwageman. Die worden gevolgd door paard nummer 8, Hyper Flying. En die krijgt dan toch wel de mooiste koers van allemaal. Davy Boko heeft de ondankbare taak in zijn afscheidskoers om dat gat naar dat kwartet dicht te lopen. Maar aan de buitenzijde wordt er misschien wat hulp geboden door Sean Dekker, die zijn Wired Beukelswijk nu naast Davy Boko positioneert. Goed, paarden komen zo dadelijk langs de rechter met nog één volledige ronde te gaan. En Donate Groenhof pareert nog altijd de aanval van Jonker Fanatic. Aan de binnenzijde een eerste aansporing voor Andreas Zwageman. En in het tweede spoor ligt daar heel mooi geplaatst die Danny den Dubbelde met Hyper Flying. Dan Wired Beukelswijk terug van weg geweest. Davy Boko erachter aan de binnenzijde. En dat zijn de voorste zes. Als we afkoersen op de overzijde van de maan en doen dat voor de laatste maal. En Jonker Fanatic die komt nu nog frontaal in de aanval op de koploper Donate Groenhof. Zo gaan de deelnemers dan de laatste bocht in. Donate
Groenhoff. Het zou ongelooflijk knap zijn als ze die aanval nog weten pareren van paard nummer 7 Jonker Fanatic. Maar ja, daar weten we nou eenmaal van. Die zal nooit van zijn leven opgeven. En dat doet hij ook vandaag niet. Jonker Fanatic is er inmiddels helemaal naast gekomen. En Jonker Fanatic kon denk ik de leiding overnemen. Of heeft Ruud nog wat? Dat is de grote vraag. Twee paarden geven deze koers geweldig kleur. Maar wat een mooie winnaar zeg. Jonker Fanatic aan de buitenkant. 11 jaar, daar is hij weer. Op weg naar overwinning nummer 50. De 7 wint voor de 1, de 8 en de 5 voorlopig.